Jullie mogen tegen elkaar. De eerste stelling van Albert is: er is te weinig keus op de Belgische aandelenmarkt. De Belgische AEX heet ook wel de Bel 20. Dat geeft al aan, er zijn maar 20 aandelen die in deze index kunnen zitten. Daarvoor zijn er ook nog 3 die eigenlijk een Nederlandse origine hebben. Dus dan zitten we nog maar op 17. Daarbij zijn 4 aandelen 50% van deze index. Oftewel, er is al weinig keus. En vandaag was de bevestiging van mijn stelling. Want beide pro's hangen in investment case op aan Umicore. Oftewel, er is maar 1 Belgisch aandeel wat we kunnen kopen. Dat geeft al aan, er is te weinig keuze in de Belgische markt. Ja, goed, oké, maar Tom, misschien... Trap af. Ja, dat is een toffe statement. Het siert u dat je gebrek aan kennis van de Belgische markt zo etaleert voor de Nederlandse belegger. We hebben een biotech, we hebben familiebedrijven die eigenlijk net boven gemiddeld veel meer groeien. Het feit dat je ze niet kent is misschien een teken dat je misschien wat langer moet werken overdag. Misschien wat minder kijken naar die Bel 20, die eigenlijk maar een vlag is die de lading compleet niet dekt. Zo, nou, dat hebben we nog 12 seconden over. Wel, ja, ik kan gerust nog een beetje doorgaan hoor. Het is een beetje België staat nu waar Nederland 10 jaar geleden stond. Jullie hebben 10 goede jaren gehad. Misschien moet je nu maar eens kijken naar de andere technologiebedrijven en in vastgoed bijvoorbeeld en in de kleine bedrijven. Dat waren 30 seconden. Ja, het zijn eigenlijk allemaal hele kleine bedrijfjes waar je het over hebt. En dat is wat je ook ziet in België. Er zijn heel veel kleine bedrijfjes. Zit er een keer een leuke bij, dan kopen anderen gewoon die bedrijven op in Nederland of in Amerika. Dus dat geeft wel aan, die index. Je hebt gewoon heel weinig succesvolle grote bedrijven in België. En daarom kun je gewoon niet een serieuze portefeuille opbouwen met Belgische bedrijven. Er zit niet 1 oil major in België. Je zit maar 1 keuze uit 1 bank. Dus de keuze is gewoon veel te beperkt om een serieuze gespreide portefeuille op te bouwen met Belgische aandelen. Je mag zo reageren. Uw tijd is op. Dankjewel. Zo gezellig bij elkaar, jongens. Er is te weinig keuze op de Belgische aandelenmarkt. Ja. Daar zat natuurlijk wel wat in, hè? Dat was eigenlijk wel een glashelder verhaal. Of, maar ja, die Bel 20 natuurlijk, de index zou even goed ruimer kunnen zijn. Dus dat is eigenlijk het punt niet helemaal. We zien toch wel, er zijn toch wel heel wat mooie bedrijfjes, hè? Tom heeft aangehaald. Ja, maar wat ik uit jouw verhaal begrijp, en eigenlijk onderstreept Tom dat een beetje, als je GBL koopt, dan heb je ze ook allemaal. Nou, niet allemaal, maar dat is al een goed begin. Hè? Als je met GBL ja, ben je al goed begonnen. Maar er zijn veel andere mooie bedrijfjes. Maar ja, kijk, eigenlijk België en Nederland verschilt niet zoveel van elkaar. We praten over meer liquide aandelen en natuurdere aandelen bij jullie. En dan is het misschien wel, je hebt niet veel keuze in België, maar ik ben het daar niet helemaal mee eens. Je kent ze misschien niet. Maar kijk nu naar Nederland, heb je daar dan... Ja, we moeten ons huiswerk doen. Maar heb je dan zoveel betere bedrijven in Nederland? Ja, maar, kijk, ik moet het niet opdoen. Unilever en ActionNoble zijn undermanaged. Ze worden buiten gehaald door de buitenlanders, de investeerders. En wat blijkt, plots moet je gaan reageren. Dus misschien is small wel more beautiful than you would think. RTL Z Beurs Insight wordt mede mogelijk gemaakt door ProBeleggen.